De Alfa-test is bedoeld om te zien hoe honden zich gaan gedragen in gewone situaties die we dagelijks op straat tegenkomen. De eerste test. Ontmoeting met een vreemde. Hij leest de chip van de hond en aait hem. Daar mag de hond geen problemen mee hebben. Een onverwacht opwaaiend doek. Wordt aangewezen door de baas en dat gebeurt bij alle testen. Een groot voorwerp schiet plotseling voor de hond langs. Een hard geluid. Plotseling en onverwacht zijn sleutelwoorden in deze alfa-test. Hoe reageert een hond als hij over een andere ondergrond loopt? Een paraplu wordt plotseling opgestoken. De hond en zijn baas worden onverwachts door een groep mensen ingesloten. Eerst langzaam en dan heel snel. De baas gaat weg, helemaal uit het zicht. De hond staat er helemaal alleen voor. Er komt een andere hond langs. Kan heel spannend zijn. Een voorbijganger aait hem op een vriendelijke manier. Verschillende geluiden die wat langer duren. Denk aan verkeersgeluiden op straat. Er komt een kleuter aan die dat lieve hondje wil aaien. En tenslotte is daar de baas, ook met een kleuter. De begroeting. Zo, dat waren de onderdelen van de alfa-test. We gaan nu naar verschillende honden kijken die de test doen en vertellen wat meer over hun gedrag en hoe dat wordt beoordeeld. De testen worden zo gelijkmatig mogelijk uitgevoerd, want ze moeten onderling vergelijkbaar zijn. De hond schrikt. Dat mag. Maar het is belangrijk hoe hij zich herstelt. Bijvoorbeeld door steun bij zijn baas te zoeken. Dreigen mag ook. Maar de hond mag niet tot agressief bijtgedrag overgaan. Is de hond nieuwsgierig, vriendelijk, onderzoekend of vermijdend? Al dit soort gedragingen worden genoteerd door de gedragskeurmeesters van de Raad van Beheer. Uw hond hoeft niet over te lopen van vriendelijkheid. Agressief uitvallen is echter uit den boze. Even steun zoeken bij de baas. Er gebeuren geen enge dingen. Het zijn gewone, gesimuleerde situaties die je elke dag op straat kan tegenkomen. Ziet de hond hier wel een andere hond in? U ziet dat de snuit benaderd wordt en niet bijvoorbeeld de poten. Dit geeft aan dat in eerste instantie een andere hond wordt begroet. De een is stoïcijns, de ander opgewonden.
Iedere serieuze fokker weet dat de selectie niet ophoudt bij de rasstandaard en gezondheidseisen. Ook het karakter speelt een belangrijke rol. En bij de Bouvier is dat de stabiele en wijze durver. De alfa-test brengt heel duidelijk het karakter van de hond in beeld. En iedere normale hond moet zonder problemen slagen voor deze alfa-test.